Goedemiddag, mijn naam is Van der Velde, firma Schuitenmaker, Reizen. Wat ik graag wil voorstellen zijn onze opraapwagens. We maken de wagens eigenlijk in 3 verschillende hoofdtypes. Dat is de kleine serie, de 10-serie, dan hebben we de 100-serie en de 1000-serie. Wat we nu graag willen voorstellen is onze grootste wagen, dat is de Rapide 8400. Is dus van de 1000-serie en echt gewoon een grote loonwerkersmachine. Rapide wagens kenmerken zich gewoon door de korte, gedrongen bouw. Wanneer we ons vergelijken met andere merken, valt ik gelijk op dat we 1 tot 1,5 meter korter zijn dan de andere. Daarmee hebben we ook gewoon een zeer goede gewichtsverdeling van de as naar de trekker toe. Doordat je kort, compact bent gewouwd, breng je gewoon simpelweg meer druk over op de trekker. Wat we hier zien is de pick-up in de geheven stand. Daarmee zie je ook gewoon dat gelijk de bodemvrijheid, die wordt eigenlijk gewoon heel groot. En die wordt eigenlijk gewoon puur begrensd door de rol die eronder zit. De rol die wordt hydraulisch aangedreven. Ja, en die rol die zorgt ook voor een betere geleiding van het gewasstroom in de wagen. We zien dus hier een driasser. Dat wil zeggen, het is gewoon op 3 assen hydraulisch geveerd, 2 assen gestuurd. Deze wagen is gewoon tevens voorzien van een hydraulische weginstallatie. Dat betekent gewoon dat we de oliedruk meten in de cilinders van de assen en op de cilinders op de knikdissel. En daarmee kunnen we dus gewoon het complete gewicht van de wagen kunnen we bepalen. We kennen dus de wagens in 3 verschillende uitvoeringen. Dat zijn zoals wij zeggen de S-wagens, de W-wagens en de V-wagens. De S-wagens zijn wagens zonder walsen. De W hebben 2 of 3 walsen, zeg maar, dus met doseerwalsen. En de V-uitvoering die heeft dan 3 walsen en een dwarsafvoerband. Ja, we zien ook gewoon steeds meer dat ook voor de export, dat steeds meer wagens waarmee groen gevoerd wordt, gewoon groen gras geladen, wat gelijk voor de koeien gevoerd wordt. Nou, en hier zien we dan zo'n 8400 in de V-uitvoering. Die dwarsafvoerband kan hydraulisch gezien, kan links en rechts, kan die lossen. In de wagen zelf zie je hier de 3 walsen boven, die dus het materiaal doseren op de band. Ja, waarna dus, zoals gezegd, naar links of rechts uitgevoerd kan worden. De dwarsafvoerband is dus compleet gemonteerd aan de achterklep. Dat betekent dus ook, als je dus de wagen niet voor groenvoer gebruikt, maar gewoon om silage te maken, dus in te kuilen, dan open je gewoon de klep en gaat de dwarsband volledig mee naar de bovenkant toe. Dan zet je dus weer de volledige opening krijgt aan de achterzijde van de wagen. En daarmee ben je dus heel erg flexibel om de wagen ook op diverse manieren in te zetten. Hier zien we dus een model. Aan de zijkant zien we hier de grote aandrijfkast voor de 1000-serie. Ja, waar dus 350 pk over kan zonder enig probleem. Hier zien we dus de basis van de invoer. Het materiaal wordt opgenomen door de pick-up. Ja, wordt tussen de pick-up en de aangedreven rol naar boven toegevoerd, overgenomen door de rotor. De rotor drukt het dus als het ware door de messen heen, gaat langs de afstrijkers, wordt het materiaal in de wagen gebracht. We zien hier ook dat de messen zijn volledig centraal in het kanaal geplaatst. En daarmee bereiken we dus dat we een hele goede snijkwaliteit krijgen. Het is eigenlijk zo, de basis, zeg maar, als er voer komt, elk mes wil eigenlijk terugwijken. Ja, maar ook als deze maar iets terugwijken, blijven ze nog altijd volledig in het kanaal staan, waarmee er dus ook gewoon volledig gesneden wordt. Wat we hiervoor zien is de centrale kast. Ja, deze kast, als je dus wagens hebt met doseerwalsen, dan wordt er over deze kast wordt hydraulisch geschakeld. Ja, dan gaat dus of de krachtlijn wordt gevoerd naar de zijkast, naar de hoofdaandrijfkast, naar de rotor toe. Of aan de andere kant wordt de as wordt omgesteld en gaat hij dus vanaf deze kant naar de doseerwalsen toe. Als we de pick-up zien, zien we dus gewoon dat hij compleet open is vanaf de achterzijde. Betekent gewoon dat je dus pick-up tanden, kun je dus ook van de achterzijde van de pick-up, kun je dus vrij snel verwisselen. We zien hier ook dat de grote lagers, waarin de pick-up gelagerd is, en aan de zijkant, wij blijven gewoon bij de curvebaan, zeg maar, want door de curvebaan weten we ook zeker dat er geen gras meegenomen wordt in de pick-up.
Het is namelijk heel erg belangrijk dat, en dat krijg je ook door de vorm van de curvebaan, dat de pick-up tanden zich rechtstandig terugtrekken, ja, in de pick-up zonder materiaal mee te nemen. We zien het tandem loopwielstel met grote banden. Zit dus aan weerszijden van de pick-up en daarmee bereiken we dus dat de pick-up heel rustig loopt in het veld. Verdere informatie kunt u ook vinden op onze website sr-schuitenmaker.nl.